En welkom vanuit het Holland Casino Amsterdam Centrum. Naast mij de enige echte krachttonen, Mark Rovers. En mijn naam is Pieter Salet, Prins Flip. Hey Pieter, oh, we gaan echt een hele leuke finale tafel tegemoet. We spelen voor de grote knaak, het mooiste toernooi van het jaar. Laatste 6 spelers, Master Classics of Poker, main event. En we hebben een mooie lijn, Pieter. Ja, absoluut Mark, absoluut. Race van Franken, en dat is dus opvallend. Hij is de kleinste stack aan tafel met 15 blinds, maar vlak hem niet uit. Hij heeft nog wel eens vaker de neiging om wat langer te blijven plakken. Franken met meer dan 1 miljoen aan live earnings. Misschien wel de meest ervaren live speler aan deze finale tafel. Oh ja, voor mij zegt hij er worden all-in. Menno met een snelle fold. Antoine Franken, ja. 7 bb erbij. Goede start voor Antoine. Dikke schuif. All-in van Lankine. Oeh, Tom Kotelin. Daar gaan we. Oh, lekker. Aasvrouw tegen aas 10. Mooie spot voor Tom. Aasje vrouw uit risk. Oké, 2 ruiten op de flop. Oké, backdoor ruiten voor Lankinen. Maar so far so good voor Tom. Viertje. Oeh, chopper misschien. 9. Oeh, chopper. Ja, jij zag hem aankomen. Oké, splitpot. Zure voor Tom. Dan nog gewoon 6 spelers in de race. Allemaal zeker van 47.000 euro, Mark. Oh, Antoine. All in van de kapitein. En dat na een race van Lankinen. Hij weet dat hij waarschijnlijk gecalled gaat worden. Geen snap. Hij is niet super blij. Oh, dit is wel lekker hoor. Als je Antoine bent en je hebt het erin liggen. Ja, hier moet je toch rekening mee houden voor je opent. Hè? Ik bedoel, de kans dat dit gaat gebeuren is aanwezig. Hij kijkt en zo betaald. Gelukkig. Aas 3 suited lijkt het. 10-9 suited. Oef. De kapitein gambles it up, roll the dice. 10-9 suited. Nou, het is een mooie hand. Het is een mooie hand, maar dit is wel typisch Antoine. Hij is niet graag short. Wat zou het zijn als hij een fold had gekregen? Flush draw voor Tommy. Backdoors voor Antoine ziet er slecht uit. We zijn ook live. Dat is een flush. Het is gedaan. De kapitein vaart weer uit. Terug naar de thuishaven. Want het zit erop, jammer. De kapitein kan inderdaad voor anker 47.000 euro voor de 6e plek. En een mooie prestatie weer van Antoine van Franken. Ja, er is de all-in van Bas Vaassen. De all-in waarvan we wisten dat hij vroeg of laat zou komen. En Tom vroeg snel om een count. Tom, hij is geïnteresseerd. Hij is geïnteresseerd. Maar hoe geïnteresseerd? Muntjes? Bas heeft wel echt weinig gedaan aan deze finale tafel. Maar Tom is all-in, dus hij heeft een hand gevonden. Dat kan niet anders. En daar gaan we. Bas het risk tegen Tom. Ja, echt pocket vrouwen, Talboom. Koning 6, hij gaat er wel voor, hè Bas. After button, first in, een koning. 11 big blinds. En hij heeft een koning nodig om te overleven, Bas Vaassen. Een 4 in de window, een 3 en een 4. 2 klaveren erbij, klavervrouw bij Tom. 5 voor de set. 2 voor de set? Ja, 5 voor iets anders. En het is een 7. Wauw. We nemen afscheid van Bas Vaassen op de 5e plek. 61.000 euro ruim voor deze man. En dat is een mooie prestatie. Ik denk dat hij behoorlijk kaart is geweest vandaag. Dat lijkt het op, ja. Dit heeft wel de potentie van een interessante hand. Het is een gelimpte pot. Ik denk dat het wijde eentjes. En dan op ASO gepoord wel interessant. Maar we hebben zien heel veel van die connectivity rondom die acht. Dus allerlei straight draws mogelijk. Er is een flush draw mogelijk. Dit kan wel wat kanten op. Al met al sowieso best aardig wordt voor Floris. Zijn range althans. Maar zijn daadwerkelijke hand is nog maar afwachten. Hij is 2 keer gecalled. De bet is 780k. Is zo'n 75% pot, denk ik. Ietsje kleiner. En dan nu?
Oh, wauw, hij is al in. De jam van Tom. Dat is wat sterk, doet... hoor. Dat is sterk. Geen snap beslissing bij Floris. Lijkt er niet... Het ziet eruit alsof hij moet gaan bijleggen, maar niet blij is. Neemt even zijn tijd, dat is goed. Focus bij Pop. Ja, vooral de vertwijfeling misschien wel. De hoofdpijn bij Pop. Ja, het voelt wel als een hele value-heavy play, maar... Je moet Tom echt credit geven. Tom is wel iemand die die bluffs wel weet te vinden. Cool. We gaan het zien. Tom moet laten zien. Het is koning Boer. De nuts inderdaad. Wauw. En Pop hoofdschuddend eraf. Wat heeft Pop dan? Is het open gegaan? Aas 10. Wauw. Two pair inderdaad. Aas 10 is een lastige. Dat is een hele lastige. De vierde plek voor Floris Pop. 80.000 euro. Bijna een verzesvoudiging van zijn live cashjes tot nu toe. Dus een uitstekende dag voor Floris Pop. Kijk, er wordt in ieder geval door 2 mensen naar onze stream gekeken. Hoop ik. Misschien zitten ze gewoon lekker te TikTokken. Ik denk dat ze even een handje door de GTO-wissel trokken, Mark. Dat denk ik. Driebet van Menno vanuit Small Blind. Small Blind, moeilijke positie om te flatten. Ja, heel goed. Kijk, Menno is... is niet op zijn achterhoofd gevallen. Hè? Is een slimme speler. Die weet ook, die mannen hebben mij tot nu toe nog weinig bluffs open zien draaien. Dit is misschien wel het moment om ervoor te gaan. Ik zou het wel tof vinden als hij bijschakelt. Wat gaan we doen? De terugklik is er. Maar het is 4 ton, dus ja, het is echt lekker de minbet. Nou, Menno, breng de boodschap maar over. Ja, daar is het in. Menno. Al in. Dus is het heel vaak bluff, wilde ik zeggen. Weer een vuistje bij Menno. Mooi, hè, dat laat vuistje. Laat je toch even maar, weg. Dan heeft hij dus echt geen aas op. Je gaat toch niet vispumpen als je je aas al inpompt en hij snap volt. Nou ja, het is sowieso big win, maar inderdaad, nee. Maar met welke handen doe je de vispump? We hebben een limp van Menno, 60.000. Maar het small blind en big blind, Tom Talboom, die gaat naar 340.000. Iets minder dan 3 big blinds. All in van Menno Mentonides. En een call van Tom Talboom. Menno at risk. Wauw. Oei. De limp jam naar AS2 van Menno. Hoeveel blinds er zit. Best aardig wat nog. Kleine 25, 24 blinden inderdaad. Aasje 2 at risk bij Menno. Tegen aas koning 4. Koning 4. Dat is een hele slechte. Hele slechte. Running 4 of iets anders geks. Een vrouw. En dan kan het niet meer. Menno schudt de handen. Heel goed gespeeld, Menno Mentonides. 103.000 euro. Fantastische prestatie van Menno. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Mooie ervaring. Ja, nog een klein beetje teleurgesteld. Maar ja, ik denk met 3 man. Ik denk een aas is daar heel veel waard. Dus ik probeer het. Maar ja, dan heeft hij aas koning, spech. Nee, tegen die Finn was wel een leuke hand. En toen was het, had ik aas 3. Je had? Ik ook wel met aas 3 ook al in. AS3. Hey, 4 betten naar jou. Ja. En dan schoof ik al in met de AS3. Ja, het is heel lastig spelen, maar... Lekker dat je dan meteen zo'n snelle volt krijgt, dat je denkt, daarom je vuistje ook. Vroeg eens af, je had zo'n vispumpje. Eigenlijk zal ik dat niet moeten doen, maar ja, daar zat zoveel emotie in. En het is wel balen, maar... In derde plaats, wat ik al zei, is mijn hoogste cash ooit. Dus ja, je moet eigenlijk heel erg tevreden zijn voor een pokerliefhebber zoals ik. We gaan beginnen aan de heads-ups van het Nederlandse poker. Tom Talboom tegen Tommy Lankine. Lankine schijnt ook Fins te zijn van Talboom, heel grappig. Dus, grappig. Oeh, dit is een grote pot aan het worden, Pieter. 3 miljoen in het midden. Minder dan pot achter van Lankine, belangrijke riverkaart. En het is een 6 erbij, boardpair. Boardpair is op zich gunstig voor Lankine meestal, want... Dat maakt het minder likely dat Tom 2-pair had en nu een full house heeft, zeg maar. De jam van Tom en de problemen dus voor Lankine. En daarom ook die grote size, want het verhaal wat Tom vertelt is, ik heb minstens een straight. Spanning bij de rail. Of een gemiste straight war, of een full house. Een belangrijk moment voor Lankine, die serieus in de tanktank zit. Na die jack raise op de flop van Tom, die continue dan op de turn en de jam op de river. Volt. Show hem. laat niks zien. Applaus van de supporters van Tom daar. En er wordt niks getoond. En Tom gaat naar 11 miljoen. Yes, een grote lead nu. 2,6 miljoen nog maar voor Lankine. 16 big blinds. Red ik het, Ed? All in. Limp. Oeh, het lijkt een limp call te worden. Ja, een limp call van Lankine.
Aas 4. Koning 10. Aas 4, de limp call. Koning 10 of bij Tom. 41% van Tom Talboom. En het is 6-8-8. Twee Klaveren. Runny Klaveren kan. Wedo Klaveren en de koning en de 10 zijn live. Vijf. Nu Bektos. Nee. Nou, dan zijn de opties op. Koning 10. Koning of een 10. En een 8. En het is de double up. Weinig applaus vanuit de zaal. Waar zijn die Finnen eigenlijk? Ja. Zijn ze naar huis? Geen idee. Tom weer met de hoodie hoog opgetrokken. Om die als een malle bonkende slagader te verbergen. Lankine doet het wel hoor. Kan ook gewoon heel comfortabel voelen maken om je een beetje te verstoppen. Ja. Ik vind het een waanzinnig interessante hand eigenlijk. De limp pre en vervolgens race je deze flop maken. Check race deze flop. Toch gaar? Het voelt mij wel als een spot waar de pin door gaat zetten eigenlijk. Maar all in. Oeh, Tom is er niet blij mee. Niet blij, nee. Ja, nu komt dat moment. Wat we eerder ook zagen vandaag. Weet je wel, nu is alle theorie een soort van overboord. Ja. En we gaan toch wat meer vanuit het hart. Dus gewoon man tegen man, Tom zet tegen Tommy. Zet of niet? Ah, shit. Volt, pot naar Lankine en laat hij iets zien? Nee, natuurlijk niet. Oef. Chip lead voor de Finn Lankine. Een gevoelige dreun uitgedeeld door Lankine. Ja. Het loopt even niet zoals we allemaal wellicht verwacht en gehoopt hadden. Even kijken, race van Talboom. Kal. Boer 10-8, 2 Klaver op de flop. En De jam van Tom op de flop. Snap call, openen die handel. Tom lacht een beetje zo'n grimlach. Wat gaan we zien? Wat gaan we zien? Hoe met kiespijn. Schaat. Flop de nut. Vrouw 9. Oei, oei, oei. Dit wordt een hele moeilijke. Boer 6. Runner full moet het zijn. 97% voor de Finn. Ja, pak je tas maar, want dit wordt een hele moeilijke. Het is gedaan. Ja, de Finn wint. Tom Talboom tweede plek. Fantastisch gedaan in het MCP Main Event. Tommy Lankine pakt de titel en de hoofdprijs 218.000. We worden nog even meteen wat nagepraat. We zijn oprecht handen aan het analyseren. Ja, dit zijn echt... Harde nerds hoor. Ja. Tom, ja, allereerst natuurlijk gefeliciteerd. Tweede plek, fantastische prijs. Grootste live toernooi cash ooit. Overigens misschien nu niet, dat gevoel. Nou ja, eerlijk gezegd denk ik niet dat ik ooit tweede ben geworden met zo'n goed gevoel. Dus dat scheelt. Grootste live cash, maar ook online. Dus het is echt all-time. Het was jammer, maar wel heel tevreden. En hij zegt net ook zelf dat hij het eigenlijk elke keer wel had. Dus ja, wat kan je doen? Dat is jammer, maar alles aan gedaan en mooi resultaat. Tommy, first of all, congratulations. Thank you. Very big prize. You're the second player from Finland to win after UC. Must feel good. Yeah, amazing. It was a really tough heads up. You started with not a lot of chips. What's your trick? Almost every time I had a very good hand, so I did one big bluff, and otherwise I run so good. Amazing good. It was meant to be for you. Congratulations. And hopefully see you next year. Yeah, I think so. Yeah. Thanks.